goede voornemens. Ik denk dat ik die maar bewaar voor het nieuwe jaar. Ik had zoveel plannen voor dit weekend. Zaterdag zou ik gaan wandelen met de buurt, buurtwandeling. Morrowind. Vandaag zou ik boodschapjes doen, want koffie is bijna op. Ik heb ook bijna, kijk dat, kleine beetje brood is er nog. Gewoon minder gegeten, dan hoef ik ook niet zoveel te kopen. Morrowind. Ik heb even geen idee hoeveel filmpjes ik dit weekend heb hooggeladen. Ze is vandaag 7 geworden. Toen had ik er al een aantal filmpjes op zitten. Volgens mij 5 voor vandaag. En daarna dus nog eens een keer 12. Nu weer. Klopt dat? Nee, veel meer. Ik weet het niet meer. Ik kan dit niet meer winnen. Dat hoef ik ook niet te winnen hoor. Maar ik ga hier wel mee ophouden. Ik wilde nog eventjes het vierde set item hebben van die 6-delige set. Die andere 2 die zijn veel. Ik hoop veel meer. Nou, het schild dat lukt ook nog wel, maar dan moet je dat weten te vinden. En dat is ook altijd een geknoei daar in de hoek. Geloof ik verder wel. Dan lopen we wel een keer tegenaan als we daar in de buurt zijn. En ja, die muts natuurlijk, ja, die wil ik sowieso wel hebben, maar goed, daar zijn we nou helemaal niet in de buurt. En dat is nog veel meer werk. Ja goed, die gaan we wel. Ga ik wel achter. Maar misschien niet met haar, misschien wel met Bones. Dus cutie. En ze heeft nou, als ik me niet vergis, 120 video's. Ja, 120. Ik heb het idee dat ik één video vergeten ben in de groep te zetten. Van level 7. Dus ik heb ook een groep met alle filmpjes erin. Alle 120 filmpjes. En zo'n filmpje is meestal 10 minuten, maar soms iets korter als er iets misgaat. Bijvoorbeeld een crash of zoiets van de recorder. Of zo heel af en toe, ja, dan klapt het spel er nog wel eens een keer uit. Maar bijna niet meer voor. Hij is heel stabiel. En wat je nou hoort is... Het is net level 7 geworden. En er komt dan dus nog 2 uur film achteraan. Hè? Want het is in de buurt van Tin Ahe. Toen is ze daarna nog een of andere. Eerst andere dingen ingegaan in dungeon. Met allemaal 6th house grappenmakers. En daarna toch nog maar eventjes Tin Ahe. Of eerst dat andere grappenmakers ding. Ik weet het allemaal niet meer. Het is allemaal een beetje door elkaar heen blubberig gedoe. Heel veel met lampjes, met die huissleutel. Knettergekke sleutel is dat ook. Krijg je een lichtshow uit, hè? Dat is dus met dat soort sleutels kan dat gewoon gebeuren. Je legt een sleutel neer en dan heb je een lampjes die aan en uit gaan, met verschillende kleuren aan. Ja, het is wat. Er gaat een drankje. Ik heb dat jaren niet gespeeld. Morrowind. Maar ik ben geloof ik weer helemaal hoekt. En ik ben moe. Gaar. Ik heb honger. Ik heb natuurlijk ook weer heel slecht gegeten vandaag. Ik had ook allemaal eten in huis gehaald. En ik denk, heb ik dit weekend in ieder geval
ga ik een beetje lekker kokorellen aan de restjes van de week. En huppeta, een beetje verse spul erbij. En hartstikke lekker maken, want het was allemaal... Laat maar. Geeft niet, geeft niet. Ik klaag me niet hoor. Absoluut niet. Hey, nog een drankje. Geen idee waar ze nou is. Oh, ze stopt het in de boom, denk ik. Zet een boom in de kant. En daarna is ze nog naar die andere dingen. Die daar om de hoek ligt. Ten A, dat ligt aan het eind van een doorlopend stukje loof. Rift. Ding. En het andere ding. Maar nog wat. Zoiets. Dat werkt niet meer. Het ligt halverwege. Dat is ook een derde ding, hè? Ja, 10 minuten is een hele mooie tijd voor de film. Dus ik denk er heel sterk over. De nieuwe machine. Toch als een stukje erkentelijkheid ben die cam neer te zetten. Sinds ik met Bandicam opneem, staat er natuurlijk wel bovenin pontificaalbandicam.com, bla bla bla. Oké. Okay. Auw. Maar dat is. Oké, het is een demo. Best. Het is een commercieel bedrijf. Best. Het is ook een hartstikke mooi pakket. En dat is ook wat waard. Dus ik denk. Ik al ongeveer weet wat de nieuwe machine gaat worden. Niet de top van de top. Er is absoluut nergens voor nodig. Maar wel Windows 10. Want ik kan nou bijvoorbeeld een COPPA instelling. Kan niet bij. Want in de klassieke studio van YouTube. Daar zit die optie niet in. In de advanced settings. En in die nieuwe wel. Maar die vereist... een recente versie van een browser en al die browsers, Firefox nu ook, wil niet meer installeren, wil niet meer updaten op Vista. Dus, klaar, eind, uit, over, doei. Gaat dus niet meer gebeuren, net als de OBS. Kan ook niet op Vista, wil die niet. Moet ik een nieuwe computer kopen omdat software... Omdat ze een knopje niet in een oud schermpje willen zetten. En anders heb ik volgend jaar ben ik dus niet meer te zien op YouTube. Heel simpel. Dus ik moet morgen, voordat ik naar de Koepelkerk ga, moet ik nog wel eerst even bij de Mali langs. Want daar hebben ze een computer met een recent operating systeem, namelijk Windows 10. En Edge, meest actueel. Of Firefox hebben ze daar geloof ik ook. En Chrome, je kan daar kiezen. Nou, dan op een anoniem scherm. Anonieme sessie moet ik dan YouTube in, maar dan krijg je ook nog weer dat je de telefoon moet beantwoorden, want daar staat dan, je probeert iemand op jouw account in te loggen, bla bla bla. Klopt dat? Ja, dat ben ik. En dan moet je weer een getalletje intoetsen van de drie cursus krijg je. En dan mag je bezig gaan. En dan hoop ik maar dat ik het kan vinden, die COPPA, want ik wil om 11 uur of zo wel in de metro zitten naar het centrum. Nou, dat was het eerste punt. Dus ze zitten nu al 10 minuten te ouwen. Ja, en ik vind er eigenlijk helemaal geen klap aan, want je ziet me te zaniken, als je allemaal zo erg is en zo.
En wij zitten maar de hele weekend godsamme alleen. Ja, dat is natuurlijk ook nog eens een keer zo. Ik verwaarloos alles en iedereen. Niet alleen mezelf, dat is niet erg, maar anderen ook. Ja, en ik heb heel hard gehuild vanmiddag dat je weer naar boven liep. Zo, ik hoor hem, ik moest hem heel erg troosten. Ja, dat was eigenlijk best wel lekker. Nou, dan heb je er toch nog wat aan gehad, hè? God. Ja, ik maak er een puinhoop van. Het is, ik ben vaker verslaafd geweest aan dit spel. Ik ben er zelfs voor bij Jellinek geweest. Kon er dus ook niks aan doen. Dat is dus het probleem. Als je een spel dermate ombouwt dat het precies is dat spel wat jij wil spelen. Kijk, en dan heb ik het niet over een Pac-Man of zo, of iets simpels. Maar dan heb ik het echt over een wereld waar je je helemaal in onder kan dompelen. Daar kleven risico's aan. Daar kleven echt risico's aan. Maar die muziek. Nou ben ik zijn naam kwijt. Jeremy Soul. Soul. S-O. Oh, wacht even. Sierra. Oscar. Uniform. Lima. Echo. Jeremy, toch? Ineens klopt die naam helemaal niet. Nee, maakt niet uit. Jeffrey? Nee. Nou, maar... En dit meisje is dus eigenlijk nog niet eens een maand oud. Ze hebben 120 filmpjes van elk zo'n 10 minuten. Dat betekent... 1200 minuten film. Blokken van 2 uur, ofwel 20 uur. Je kan in feite gewoon bijna een heel etmaal kijken naar de ontwikkeling van een jonge Altmer in een grondig herziene versie van Morrowind. Ja, auw, wat klonk. Nou, dat ging vrij snel. En daar is weer een of andere skill voor. Oh, dat was waarschijnlijk Illusion. Ja. Kijk, en het spelen en het opnemen is toch tot daar en toe. Dan moet je ook nog uploaden. Dan gaat ook tijdje zitten. En dan moet je nog een leuke thumbnail erbij maken. Vind ik. En ook een van de drie voorgekouden nemen, maar dat zijn meestal net niet helemaal precies zoals je hebt wil. Of meestal helemaal, of soms ook vaak gewoon helemaal niet. En soms heel erg, nou zit je er eigenlijk 2-3 framepjes naast. Ik vind dat toch wel knap. YouTube en Google hebben wel hele sterke algoritmes hoor, daar heb ik bewondering voor. Dus ik wil gewoon die koppen voor elkaar hebben. Dus morgen om 9 uur zit ik bij de Madi om dat voor elkaar te maken. Hoop ik dat het niet verstaat. En er zit een pulletje en dan kan ik met de camera in de hand kan ik dat pulletje niet eruit krijgen. Ik moet eigenlijk even aanstampen, dat heb ik ook gezien. Nee, ik heb nou echt een heel ongezond weekend gehad. Maar wel een heel mooi weekend. Ik heb volgende week vrij, dus ik hoef niet te werken. Dat komt goed uit, want het is ook nog eens een keer kerstmis. Kerstmis. Dat is ook fijn. En dan nog andere dingen spelen ook een beetje.
En nog meer van die dingen. Van alles. Maar daar ga ik nou allemaal nu over uitweiden, want dan word ik wel een beetje moe. Oh, ik neem een stop. Ja, daar is die! Au, Sapert, Sapert. Ja, ga jij je verdriet maar verdrinken. Verdrink ons verdriet ook meteen maar. Ja, want hij moet er heel erg huilen als hij steeds maar boven zit. Nou, ik vind het helemaal niet gezellig meer. Ga je niet eens Twents praten? Nee, dat is geen Twents, dat is plat. Ik wil mijn baardje ook nog een beetje bijwerken, want dat is morgen. Groot kerstdiner, lunch eigenlijk meer, maar het is meer een diner-achtig iets. Oh god, dan moet die batterij ook weer opladen wezen. En zo, en allemaal druk. Als het er allemaal nog maar op past, op het kaartje. Misschien ook nog een keer een nieuw kaartje kopen, maar het gaat wel heel hard nou. Amper 2 maanden is al bijna vol. En dat vorige kaartje heb ik 2,5 jaar mee gedaan. Maar dan flikkerde ik steeds die filmpjes op die externe schijf. Maar die zit ook alweer bijna vol met al die klote filmpjes van die games. Een terabyte. Ja, daar moet ook niks mee gebeuren. Maar met die kaartjes moet ook niks gebeuren. Dus echt vermoeiend. Maar mooi. Ik leef weer. Ik leef echt weer. Ik ben met iets bezig. Ik maak iets. En ik weet niet waarom. Maar ik vind het gewoon heel mooi om te maken. Als ik al die plaatjes dan zo zie van zo'n lijstje van bijvoorbeeld level 7. Ik heb per level met haar heb ik een lijst. En dan zie je die plaatjes zo. En dan zie je het hele verhaal eigenlijk. Er staat ook een klein beetje tekst bij dan. In de titel. Dus je kan het een beetje volgen. Ik vind het toch wel mooi gemaakt. Mooi gedaan. Ja. Best wel knap uit. Nou. Wil jullie nog wat te zeggen? Zit je al bijna aan de 600? Ja, dat zou ook zo langzaam maar zeker wel weer eens gaan kunnen. Ja, want gisteren zei je nog dat je 580 had. Hoeveel heb je er nou per dag bij geplimpt? Nou, dat weet ik niet. Ik vraag het ook niet aan jou. Ik vraag het aan die gek met dat biertje en die peuk. Oh, wie is dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Een of andere rare gast die hier af en toe eens een keertje binnendwarrelt en dan... Ziet er een beetje uit als een landloper. Oh, die ja, met die gaten in zijn broek en zo. En hij ruikt ook een beetje gek. Ja, wat wil je? Dat zal zich ook niet gauw douchen zo een. Dat zit gewoon alleen maar te poepen en te schijten in zijn broek. En te piezen. En hij gaat nooit zijn luier verschonen natuurlijk. Nee, en... Ja, dat ruiken we toch wel een beetje, hoor. Ja, en wil je daar wat aan doen dan, gek? Ik wil het wel, ja. Ja. Ik denk dat ik het ook maar eens ga doen. Ik heb vandaag nog wel een was tussendoor gedraaid. Ja, je had zelf ook in die machine moeten gaan zitten. Ja, dat had wel gescheeld. Nou ja, gedane zaken nemen... Nee, gekeerde zaken, nee. Oh, virtuose muziek. Ja, dat kan die wel. Mooie muziek maken met een of andere ontstemde gong. Ja, dat is ook wel weer zo. Ah,
Ja, het is gewoon leuk. Als je dan zo'n zesde huis hebt met zo'n gongenorgeltje, er zijn maar 6 tonen en die zijn ook absoluut niet gestemd inderdaad. Maar gewoon leuk om daarop te meppen. Ze zouden iets langer moeten doorklinken. Maar het is zoals het is. Ik ga er niet te veel mee knoeien met het spel. Ik heb het al compleet ondersteboven gehaald. En ik heb ontzettend veel plezier van. En ik hoor allemaal ingrediënten heen en weer gaan. Maar wat hij daar nou weer precies aan het doen is. Misschien met iemand aan het handelen of zo. Dan zou je ook pijlen en wapens misschien horen. Niet alleen maar ingrediënten, ik snap het niet allemaal. Ik weet niet wat ik hier precies hoor. Oh! Ik snap het wel. Het is die sleutel volgens mij. Maar ja, maakt niet. Ik vind het mooi geweest, kijken of we deze er nog op krijgen. En dan zijn we precies op de 600. Wat? 600? Oh, is het weer feest? Ja, we gaan feestje vieren. Vandaar dat biertje. Een week geleden heb je de 500 opgezet en nou? Heb je in een week tijd 100 filmpjes op YouTube gezet? Oh, je bent gek. Je bent gek. Ja, geen wonder dat hij niet aan wassen toe komt. Dat zou ik ook niet doen natuurlijk als ik zo gek en bezeten en psychotisch bijna was. Hij is gewoon manisch. Nou, beter dan depressief, want daar hebben we een paar jaar geleden wel behoorlijk mee te kampen gehad. Ja, ik vond het eigenlijk best wel akelig toen. Ja, hij zag ons helemaal niet, hij wilde ons niet horen. We konden wel roepen wat we wilden, maar hij zei niks terug. Hij zei helemaal niks meer. Hij zweeg en hij bibberde en hij had het koud. En moet je hem nou eens zien, heb je de kachel aan, er gaten in zijn broek en alles. Oh, en heb het gewoon, hij heeft gewoon een grote grijns op zijn bek. Ja, het is toch wel veranderd. In 3 jaar tijd kan er toch heel wat gebeuren. Dat is een waar woord. Dat is echt een waar woord. Er is in 3 jaar tijd, sinds die hele zware depressie, is er toch wel een kentering gekomen, ja. Ja, ze ligt nog steeds op de loer en zo af en toe komt ze heel heftig binnen. Maar er is ook heel veel moois in die gebeurd. En daar wil ik het eigenlijk maar bij laten. Want gedane zaken inderdaad nemen geen keer. Maar je hebt nog altijd een deel van je lot in eigen hand. En je kan zitten kniezen, somberen en prakaniseren. En er komt allemaal niks van, het wordt allemaal niks, bla 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 bla, jammer, 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 triest, oh, wat ben ik toch zielig. Er zit niemand op te wachten. En dit weekend werd zelfs een van de wat grotere YouTubers abonnee op mijn kanaal. En daar ben ik toch wel heel erg trots op. Toch wat bereik. En vrijdag met Shira in het museum. En met Sham vorige week fiets. En met Joost mag weten wie nog meer, waar dan ook, hoe. En zus en zo. En met Tess. En met Indy. En volgende week met Corrie
en Willem en Anke en Koos en misschien Piet en misschien zelfs Björn. En Boek gaat mee natuurlijk, van Martin Buber. Dat gaat mee en als ik helemaal er doorheen ben, dan ga ik gewoon nog een keer opnieuw beginnen. Ik ga net zo lang doen dat ik hem helemaal uit mijn hoofd ken. Ja. Cupido. Heb een Kalashnikov. En die schiet hij helemaal leeg op mijn hart. En dat voelt goed. Ah, fijn. Eindelijk positief. Daar ben ik heel blij mee. Echt heel blij. Hou er zo. Hou er zo. En volgend jaar gewoon ook wat meer aan ons denken. En wat vaker eten. En wat meer minder. Oh, vooral helemaal eigenlijk niet meer roken. En laat ook eens een keer een beetje dat bier met rust. Ja, want daar word je ook niet vrolijk van. Ja, maar het past er nou gewoon wel even bij. Ik vind het er nou even bij passen. Het is ook al helemaal leeg. Kijk maar, zie, het is bijna niks meer. Ik moet dan wel even op. Ik ga dat niet bewaren tot na de kerst. En als het goed is, heb ik nog 3 blikjes. Yeah. Yeah. We zijn er weer, 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 we zijn er weer. Ha, ha, ha. En ik ben daar heel erg blij mee. Want ik heb nog wel iets te vertellen. En dat ga ik dit jaar niet meer doen. Komt volgend jaar allemaal wel. Er komen nog veel meer mooie verhalen als het aan mij ligt. Bij leven en welzijn. Je weet het maar nooit. Kan zomaar zijn. Over 5 minuten. Hartstilstand. Afgelopen. Boeing. Boing. Heb ik in ieder geval 600 filmpjes op YouTube staan. Als het me nog lukt om deze voor die tijd te uploaden. Oh, oh, snel, snel. Ga snel naar boven en zet hem erop. Dan zijn we klaar. Dat is al zo lang geleden, 500. Nog maar een week. Ja, en nu zit je aan de 600. En nog een paar dagen en je zit misschien wel aan de 1000. Nou, dat gaat nog wel even duren. Moet het nog wel een beetje inhoud hebben ook, hè? Ja, en moet niet steeds hetzelfde blijven. Want als ik alleen nog maar YouTube-filmpjes, of YouTube-gamefilmpjes ga uploaden. Ja, het is wel leuk om te zien hoe ik speel. En de dingen en verhaaltjes erbij staan. Maar dit is toch ook wel heel charmant. Zo lekker kletsen en ouwen. En met jullie erbij. En een hapje eten in de buik is ook altijd wel fijn. Maar dat zit er nou niet in. Nee, alleen een paar boterhammetjes met pindakaas. En die is ook al bijna op. Zie je dat? Oh, paniek. Oeh, grote paniek. Maar dat geeft allemaal niks. Want morgen is er weer een dag. En een dag met een lach is nooit verloren. Een dag met een lach is altijd fijn. Ja. Ga geen dag zonder lach. Want het kan zomaar je laatste zijn. En dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Je laatste dag is helemaal niet erg. Dat hoort er allemaal bij. Maar ga niet zitten treuren op je sterfbed. Och, dat had ik ook nog willen doen. Daar heb je nu de tijd voor. Straks niet meer. Op, op, helemaal op. Knappe jongen ben jij. Ja, hij ziet er ook best wel leuk uit eigenlijk, met het haar gekamd en zo. Ja, dat doet hij nou tegenwoordig standaard voordat hij gaat filmen. Ah, ijdeltuit, ijdeltuit. Ja, ik vind het gewoon een beetje netjes verzorgd. Die baard moet ook nog een beetje bijgepunt. Nou, tot de volgende keer. Bye, 600.